nadat deze stad een eeuw lang, of nou wel iets langer, met zijn rug naar het ijs stond, dat de stad om een baai gaat gegroepeerd worden. Het ei komt weer in het hart van de stad te liggen. En niet alleen het ei, maar ook het IJmeer, het Gooimeer, wordt een onderdeel van die grote waterstructuur. En daaromheen, daar zal gewoond worden, daar wordt al een beetje gewoond natuurlijk, op KNSN en Java. Maar ook hier vlakbij, op het Westerdoks eiland, het Westereidok in Amsterdam-Noord. Daar zal, als het ware, heel anders dan vandaag de dag, zal er één groot meer zijn, zou je kunnen zeggen, waar omheen mensen wonen, waar bruggen over zullen zijn. Niet dat daar nu plannen voor zijn dat die bruggen echt komen. Ja, er is één plan voor een brug tussen Almere en Amsterdam en Eiburg. Ja, maar, en of die komt is natuurlijk maar de vraag, want daar is ook weer veel verzet tegen. Maar je moet je voorstellen dat een heel fenomenaal verschil met vandaag de dag is dat het ei in het hart van de stad ligt. Kijk, dit is natuurlijk een stad met wonen uit de 17e eeuw en uit de 18e eeuw. We hebben de grachten en daar wordt nog steeds, ook in 2030, gewoon in gewoond. Mensen houden daar natuurlijk van. De huishoudens zullen ongetwijfeld gemiddeld kleiner zijn. Er zullen ook verschillen zijn in de bevolkingssamenstelling. Maar ik ga ervan uit, want eigenlijk is 2030 morgen. Het is heel erg dichtbij. Hè. Wat wij verzinnen en maken, ja, dat is op zijn best in 2020 of 2025 klaar. Dus ja, ik bedoel, de eerste bomen beginnen uit te lopen, zal ik maar zeggen, in 2030. Beetje overdreven, maar toch. Die huizen die we nu bouwen, ja, dat zullen in het algemeen huizen zijn voor de mensen die in de noordvleugel van de Randstad wonen. En wat is er nu met Amsterdam aan de hand? Amsterdam is inmiddels een jonge stad. Was een tijd lang, aan het eind van de vorige eeuw, en ik bedoel gewoon de 20e eeuw, was een oude stad. Maar er zijn zoveel kinderen geboren in deze stad dat we weer een jonge stad zijn. En dat betekent dat we voor die jeugd van nu, dat we daar zullen bouwen. En die mensen die zullen in 2030 zullen ze hun huishoudens hebben. Kleine huishoudens wellicht. Ik weet dat niet precies. Maar ik denk dat de curve veel langer is. Dat wil dus zeggen dat er meer ouderen zullen zijn. Maar dat er in het midden natuurlijk ook gewoon huishoudens met kinderen zullen zijn. Daar hebben we voor gebouwd. Daar zullen we voor bouwen. Als we zo wel to do blijven als we vandaag de dag zijn, dan zal het ook ongetwijfeld zijn dat die huizen op zijn minst dezelfde luxe en omvang hebben als vandaag. Want vergeet niet, het eerste waar mensen aan denken is altijd ruimte. Hoeveel heb ik? Het begin van de 20e eeuw woonden we met z'n zevenen op 40 vierkante meter. En dan was het rijk. En nu wonen we bij wijze van spreken met z'n vieren op 100 vierkante meter. En nou ja, en anderen woont alleen op 100 vierkante meter. Maar ik denk dat die woningen misschien een fractie groter zullen worden, maar de huishoudens kleiner. En dat betekent dat je per persoon meer meters hebt in die huizen. En die huizen zullen comfortabeler zijn. Vergis je niet, 30 jaar geleden werden de eerste woningwetwoningen in Amsterdam gebouwd met centrale verwarming. Nou, je kan het je haast niet voorstellen. Iedereen heeft dat vandaag de dag. En er zal dus een hoog comfortniveau zijn. Er zal ook heel precies worden gekeken waar staan die huizen. Hebben ze aardig uitzicht? Maar tegelijkertijd zullen we ook nog een belangrijke oude voorraad hebben. En die voorraad die zal opgeknapt worden, die zal gerenoveerd worden. Ik denk dan aan de westelijke tuinsteden. Ik denk aan die leuke dorpen in Amsterdam-Noord. En dat geldt niet alleen voor Amsterdam. Dat geldt natuurlijk ook voor Den Haag en voor Utrecht en voor Rotterdam. Die hebben allemaal vergelijkbare aantrekkelijkheden. En er zullen ook heel specifieke dingen veranderen. We zullen veel meer in de natuur proberen te wonen, op het water. We hebben net een biennale gehad in Rotterdam en er is heel veel gepraat en getekend aan wonen op het water. En hier in Amsterdam bijvoorbeeld, in Eiburg, daar maken we meer dan 1000 waterwoningen, echt woningen boven het water enzovoort. Nou, in dat opzicht zal de soortenrijkdom in wonen ongetwijfeld toenemen. Ja. Hoe zou Amsterdam nou omgaan met die generatie van babyboomers?
Ik denk, in deze tijd en in de naastkomende tijd, ik denk dat voor zover zij op dit moment werken en huishoudens hebben, dat zij misschien in de buitenwijken wonen, dat een deel van hen gewoon naar het hart van de stad zal trekken, dat ze het leuk zullen vinden om aan het water te wonen. Een ander deel zal toch wel wellicht wat meer in de periferie willen wonen. Maar er is één ding wat ik altijd merk bij mensen van, laat ik maar zeggen, zoals ik, een beetje boven de 60, dat ze willen bij de voorzieningen wonen. Ze willen wonen daar waar medische voorzieningen zijn, waar culturele voorzieningen zijn. Ook een beetje waar het wat veiliger is. Ze hebben niet zo'n zin meer in dat tuintje, dat schoffelen, maar het is ook een beetje onveilig. Dus ze trekken een beetje meer naar makkelijke appartementen met een aardige buitenruimte met enzovoort. Dus zo zal deze stad waarschijnlijk ook programmatisch daar proberen aan tegemoet te komen. Want als er één ding belangrijk is, ouderen zijn altijd meer vermogend dan jongeren. Die willen ze natuurlijk graag houden. Ik merk dat op dit moment mensen die zich bezighouden met het wonen, dat die dus professioneel, dat die een paar dingen, andere dingen dan in het verleden belangrijk beginnen te vinden. Ze beginnen het belangrijk te vinden dat die gebouwen niet voor één gat te vangen zijn. Dat ze zich wat makkelijker kunnen aanpassen aan verschillende functies. Gebouwen moeten ook wat dierbaarder worden, zo heet dat vandaag de dag. Mensen moeten zich daar beter aan kunnen hechten, maar moeten ook eigenlijk hun bedrijfje daarin kunnen hebben. En als ze dat bedrijfje niet meer hebben, dan moeten ze er makkelijk in kunnen wonen. En woningen moeten geschakeld kunnen worden, moeten groter kunnen worden. Dat is wat ik op het ogenblik in de voorhoede van het wonen, en dan denk ik aan de grotere nieuwe corporaties, service. In woongebouwen, je kon het je misschien voorstellen voor de rijken van de grote wereldsteden. Maar in Nederland maken we natuurlijk woongebouwen op het ogenblik met een zwembad. En met dat type van voorzieningen, hier aan de Oostelijke Handelskade, daar staan twee gebouwen, Detroit en zijn buurman. En daar zit een zwembadje in voor de mensen die daar wonen. En dat is niet voor de anderen. En daar zijn voorzieningen in gemaakt als dat je op afstand je airco kan bedienen. Dat als je thuis komt, dat je huis aangenaam warm is. Dat er voorzieningen zijn om je boodschappen op te nemen. Als je niet thuis bent, dat er een ijskastje beneden staat. En dat degene die daar de huismeester is, daar ook de beschikking over heeft, zodat de spulletjes binnen. Dat type van luxe, aan de ene kant. Maar aan de andere kant is de stad er natuurlijk ook voor de mensen die niet in luxe kunnen leven. Of nog niet in luxe kunnen leven, omdat zij nog op weg zijn naar de top van de piramide. Dat straalt altijd af. Dus waar dat nu misschien voor enkele is, is dat dadelijk voor veel meer. Zo hebben we dat in de hele 20e eeuw gezien. Want dit is een stad, Amsterdam, maar dat geldt ook voor anderen hoor. Dit zijn steden waar het overgrote merendeel van de woningen in deze stad is gebouwd na 1904, na het ontstaan van de woningwet. Dus, en dat is natuurlijk begonnen met klein. Hè, maar de luxe die gaandeweg in de rijkere woningen zat, kwam natuurlijk ook in de armere woningen. En dus wat we nu in de voorhoede zien, dat zal over 15, 20 jaar veel breder zijn.